Dank u, Mr. De Backer. Dank u wel, voorzitter, meneer de commissaris. Er is een spreekwoord dat mij als jong politicus altijd is bijgebleven. Het spreekwoord komt van een voormalig Europees commissaris van mijn partij, Willy de Klerk, die ooit heeft gezegd: je bouwt geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof. En ik denk dat dat nog altijd bijzonder juist is in de tijden waarin ook Europa vandaag zich bevindt. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben de afgelopen jaren om economische stabiliteit te brengen bij Europa. We zien nu ook de eerste tekenen van herstel van die hervormingen die zijn doorgevoerd. Maar natuurlijk zien we tegelijkertijd ook de sociale drama's die zich onder onze ogen afspelen. Ik denk dat we daar heel duidelijk in moeten zijn dat in de eerste plaats de taak van Europa was om stabiliteit in het systeem te brengen op economisch vlak. Dat we daarbij ook gevraagd hebben aan lidstaten om de noodzakelijke hervormingen in plaats te brengen om ervoor te zorgen dat de sociale component van gans dit verhaal ook werd aangepakt. En we zien vandaag dat de lidstaten te weinig hun best doen om die sociale component ook vorm te geven. We zien ook dat daar te weinig aandacht wordt besteed om dat de focus ligt op het puur rationeel besparen en niet zozeer aan het hervormen. We zien vandaag ook met de landenspecifieke aanbevelingen bijvoorbeeld dat landen achterlopen met hun hervormingen die mensen meer perspectief moeten bieden op hun job, mensen meer perspectief moeten bieden op opnieuw in landen aan te knopen met economische groei. En daar denk ik dat we aan de landen ook moeten vragen om een tandje bij te steken. Ik denk dat het ook belangrijk is als Europa dat wij getuigen van een lange termijnvisie. We hebben natuurlijk een heel moeilijke periode gehad die achter ons ligt, maar tegelijkertijd hebben we toch wel de taak om te blijven wijzen op het feit dat investeringen in onderwijs bijvoorbeeld, in kinderopvang, in een aantal andere zaken het mogelijk moeten maken om mensen ook opnieuw toekomstperspectief te geven en het mogelijk te maken dat ook die sociale component op lidstaatniveau belangrijk blijft. En daar speelt natuurlijk ook het Europees budget met de verschillende tools die we daar hebben een heel belangrijke rol. Ik denk ook als laatste punt zou ik willen vermelden dat natuurlijk de discussie rond bijvoorbeeld het meeneembaarheid van een aantal sociale rechten belangrijk blijft om ook in een interne Europese markt te blijven functioneren. En dat de discussie over stabilisatoren op Europees niveau eigenlijk een discussie is die in een veel bredere context zou moeten gevoerd worden. Onder andere ook richting eigen middelen en dergelijke meer. Dus daar kijk ik vooruit in ieder geval met de toekomstige uitwisselingen met uw commissie en met de rest van dit parlement. Dank u wel. Dank u vielmals. Nun hat das Wort Frau Cornelissen. Thank you, Mr. Chair. The Employment Committee started asking for a social dimension to economic governance somewhere in 2011, I think. Council was then still in a state of